Sommige BNers zien echt overal een verdienmodel in. Waar de meeste mensen oude kledingstukken doneren aan bijvoorbeeld het leger des heils, proberen steeds meer sterren daar bijvoorbeeld een slaatje uit te slaan. Die zetten hun oude jurkjes, mutjes en stringetjes op de kledingmarktplaats, vindt het, zodat ze er nog een beetje op kunnen cashen. De influencende vriendin van Tim Hofman, Lize Korpershoek, maakt het nu wel heel bond. Zij probeert geld te vangen voor de enorme barrel die voor haar deur staat. Het betreft een Daihatsu Kuwore uit 2004, toen de iPhone nog niet is bestond. Er is echt van alles mis met dat wagentje, repareren gaat veel geld kosten en nu wil ze er snel van af. Lise wil niet alleen onder de kosten uitkomen, maar ook nog een beetje verdienen aan haar barrel. Ik ga afscheid nemen van de babe, ze heeft haar auto een naam gegeven: Red. Haar APK-datum is aankomende vrijdag. Op zoek naar iemand die haar voor een klein bedrag wil overnemen, schrijft ze in haar Instagram Stories. Kunnen Lise en Tim met zijn tweeën niet gewoon een goed doel uitzoeken om deze auto aan te schenken? Of aan iemand die het hard nodig heeft, en dat ze dan ook vast de reparatiekosten betalen met zijn tweeën? Nee, geld willen ze hebben. Liese wijst de eventuele koper er alvast fijntjes op wat er allemaal moet gebeuren aan de auto en er komt maar geen einde aan die waslijst. De koplamp zit los, de ashoes lekt, de remblokken zijn niet meer in orde, de karterpan is doorgeroest, de uitlaat is slecht en ga zo maar door. Eén keer tegen een Amsterdammertje aanrijden en je ligt op de IC. Wat moet het kosten om die rammelbak op te knappen? Dit zijn de dingen die er aangedaan moeten worden, schrijft Liese bij haar waslijst. Dat kwam volgens mijn garage uit op ongeveer 850 euro. Maar misschien ben je zelf wel heel erg handig? Verder zitten er wat beschadigingen op. Valt het aantal kilometers een beetje mee? Nee, er staat 165.000 kilometer op de teller. En wat moet de eventuele koper naast die 850 euro nog meer lappen? Dat is onduidelijk. Lise is uit op een biedingstrijd. Lise wil dat de mensen gaan bieden vanaf 250 euro. Met een klein bedrag bedoel ik klein. Dus bieden vanaf 250 euro, bijvoorbeeld, helemaal top. Maar dan moeten er dus nog wel allemaal dingen aan gebeuren. De mensen moeten wel een beetje opschieten, want Lise heeft haast. Ophalen voor vrijdag vanwege APK.